Aan de voet van de Utrechtse heuvelrug ligt een bijzonder fraai kasteel. Het kasteel Amerongen, dat is gebouwd aan het einde van de 17e eeuw. Als je over het statige voorterrein het kasteel bereikt, word je opgewacht door twee stenen vrouwenbeelden, opgesteld aan weerszijden van de trap. Zij stellen de deugden wijsheid en moed voor. Deugden die men in de 17e eeuw graag in zichzelf en anderen zag. Het kasteel is gebouwd in de stijl van het Hollands klassicisme, de bouwstijl van de 17e eeuw. Kasteel Amerongen straalt luxe, weelde en monumentaliteit uit. In 1672, het rampjaar, staken Franse troepen het kasteel in brand en lieten een rokende puinhoop achter. Een jaar later werd begonnen met de bouw van een nieuw en groter kasteel, dat in 1684 werd voltooid. Koningsstadhouder Willem III heeft het kasteel verschillende malen bezocht. Een groot ruiterstandbeeld van hem staat nog steeds op het voorterrein, uitkijkend op het kasteel. De vorm van het kasteel kon nauwelijks eenvoudiger. Een monumentale kubus met een dak erop. Geheel in de stijl van de 17e eeuw, waarin men gek was op symmetrie, zijn de gevels vrijwel geheel symmetrisch ingedeeld. De buitengevels bevatten alleen ramen en een imposant voorportaal. Zoals het een kasteel betaamt, rijst het op uit een slotgracht. Na de inval van de Franse legers in 1795 vluchtte de oranjegezinde familie naar Engeland. Het kasteel bleef daarna lange tijd onbewoond. Het kwam in 1879 in handen van de laatste bewoner, Godard, graaf van Aldeburg-Bentinck, die leefde van 1857 tot 1940. In 1977 werd het kasteel verkocht aan de stichting Utrechtse Kastelen en werd het opengesteld voor het publiek. Tussen 2002 en 2011 is het kasteel gesloten geweest voor een grootscheepse renovatie. Nu is het weer toegankelijk. Wil je het kasteel van binnen zien, dan kun je met een rondleiding mee. Ook trouwpartijen en recepties behoren tot de mogelijkheden. Maar bezichtiging op eigen gelegenheid is niet mogelijk.